Breda Nu. Je weet het meteen. Een wereldprimeur in Breda. Aan het Ritmeesterpark op de doorgaande weg richting Prinsenhagen Breda-Zuid is een bewegwijzeringsbord geplaatst dat is voorzien van een duurzame en slimme manier van verlichting. Het is het eerste bord dat op deze wijze ter wereld is geplaatst. Kunt u vertellen waarom juist Breda deze wereldprimeur gekregen heeft? Nou, vandaag hebben we dus het mooie bord gelanceerd dat helemaal autonoom kan opereren. En Breda heeft de primeur gekregen omdat wij met onze leveranciers een goede relatie hebben. En die hebben ervoor gekozen om ons dat te gunnen. Kees Prins werkt bij de gemeente Breda en die is heel erg betrokken bij de verkeerstekens. Al vanuit zijn prille begin hier bij de gemeente. En die zit in allerlei commissies, dus die kom ik heel veel tegen. En die riepen als eerste van ja, dat vind ik gaaf. En al is het nog maar een prototype, dan wil ik het neerzetten als eerste. En dan kunnen jullie naar de Intertraffic toewerken dat je het ook getest hebt. Nou, wat je ziet is dat het bord gewoon helemaal zelfstandig kan opereren. Er zitten zonnecollectoren in, er zitten reflectoren zitten erin. Dus op 250 meter afstand kan je dit bord al gewoon zien, zonder dat we daarvoor extra kabels hebben hoeven graven. Nou, dat is natuurlijk voor de openbare ruimte. Goede zichtbaarheid van je borden is gewoon heel belangrijk. Ja, het aardige is met dit product dat het drie technieken zijn die bij elkaar komen. Je hebt zonnepanelen, dat is een standaard die wij kennen inmiddels. En daarnaast heb je de batterij, dat er energie wordt opgepakt. En er is elektroluminiserende folie, dat bestaat eigenlijk al heel lang. Maar die drie technieken zijn nu in één folie samengebracht en dat maakt het uniek. Nou, zelfs nu, het is nu redelijk bewolkt, af en toe komt een zonnetje door, is het voldoende om hem een hele nacht te laten draaien. Dus je hebt zonlicht, ja, dat betekent daglicht. En met 6 uur daglicht is er al voldoende oplaadtijd om zeg maar, die batterij die in de folie is verwerkt te vullen. Om die elektroluminiserende folie aan te krijgen. Dus zelfs op zo'n bewolkte dag als vandaag trekt dat genoeg licht aan om 's avonds weer licht uit te stralen? Ja, absoluut. Dat zijn de testen die gedaan zijn in Dubai. Want daar komt de originele ontwerpfase vandaan. Wij gaan het naar Nederland halen. We hebben als HR-groep zeg maar, het licentierecht wereldwijd voor dit verhaal. En we gaan in Ede in Nederland gaan we dit produceren. Nou, volgens mij is het best succesvol. We hebben geen kabels hoeven graven. De levensduur is nu voorzien op meer dan 10 jaar. Dat is exact hetzelfde als andere materialen die wij gebruiken in de stad. Nou, tussendoor kunnen nog lampen stuk gaan bij het oude materiaal wat we gebruiken. Hier is dat niet te voorzien omdat het LED-verlichting is. Dus het is sowieso een winsituatie. En hoe lang gaat het nog duren voordat er op meerdere plekken in Breda dergelijke systemen komen te staan? Nou, wat je ziet is dat je met een renovatieprogramma bezig bent. Dus heel langzaam zullen de oude borden uitgefaseerd worden en zullen de nieuwe borden meer ruimte krijgen. Dus geen stroomkabels meer voortaan in de toekomst althans voor dit soort bewegwijzering? Ja, dus duurzaam, CO2-neutraal en geen kabels. In hoeverre is er nog een kans dat er dus, want het is een test, waar kan het nog op misgaan? Nou, er is een koppeling tussen de batterij en zeg maar de folie, hè, de solar. Ja, dat moet afgestemd worden op elkaar, dat goed qua sensoren, want er zijn tegenwoordig sensoren ingeprint. Dat die op de juiste manier zijn ingeprint en de goede signalen afgeven. Hoe lang gaat het ongeveer duren voordat meer gemeentes dit initiatief gaan overnemen? Nou, we hebben in ieder geval heel veel mensen die geïnteresseerd zijn. En we denken dat bijna heel Nederland qua gemeentes al wel een product van dit hebben staan dit jaar.